Ja, ik heet jullie allemaal ontzettend hartelijk welkom op deze regenachtige, druilerige, grijze vrijdagmiddag. Maar jullie gaan allemaal opgevrolijkt worden door een goed verhaal natuurlijk. Over een belangrijk onderwerp, communicatie. Met een mooi product wat aan jullie wordt toegelicht. De BCF-kaart in het kader van BCF en BIM-communicatie. Daarvoor zijn aanwezig in ieder geval Daan Arts en Matthijs Natrop. Goedemiddag. Goedemiddag. Robert Evers, ook een van de initiatiefnemers, zal zich misschien ook nog melden, maar misschien ook niet. Dat was niet helemaal zeker, dus de presentatie laten wij in de vertrouwde handen van Daan en Matthijs. Ik ben Martijn Callier van BIM Loket. Mijn collega Marco Verschoor is ook er weer bij, gelukkig. Die had even een paar weekjes pauze genomen en alle online sessies aan mij overgelaten. En ik ben opgelucht en blij, Marco, dat jij er weer bij bent om dit in goede banen te leiden. De Online Friday staat inmiddels in een soort van traditie. We zijn geloof ik aan de 10e aflevering van dit jaar al toe. Dat gaat hartstikke goed. En elke keer mogen we weer een hoop mensen begroeten, oude bekenden, vaak toch ook weer nieuwe mensen, aangetrokken door het onderwerp. Dus het werkt wat dat betreft. Goed gebruik is om met jullie aan de hand van de Mentimeter de kennismakingen een klein beetje te doen. Dus ik zou jullie willen uitnodigen om de code te scannen of de code in te voeren. Zodat we kunnen kijken met wie we hier bij elkaar zijn. En dan volgt volgens mij eerst nog de mededeling dat deze sessie wordt opgenomen. Dat hebben jullie net al kunnen horen toen ik de knop indrukte. Als jullie dat bezwaarlijk vinden om in beeld te komen, dan is dit nog een gelegenheid om je camera uit te zetten. Als je het leuk vindt om in beeld te zijn, dan is het een aansporing om de camera aan te zetten. En de opname die zal via het YouTube-kanaal van BIM Loket ter beschikking worden gesteld. Dan kunnen jullie het nog een keertje terugkijken. Goed. Met wie zijn we hier bij elkaar vandaag, mensen? Of laten we beginnen met deze. Wie is hier vandaag voor het eerst en wie behoort tot de vaste klanten? Dat kunnen jullie nu invullen. Ik zie ondertussen een vraag van Hein, die vraagt of de presentatie ook ter beschikking wordt gesteld. Die mogelijkheid is er zeker. Dus volgens mij moeten we dat gewoon doen, Marco. Daar hebben we toch middelen voor om dat via de website te doen. Zeker, ja. Geen probleem. Goed, ondertussen hebben jullie aangegeven voor de hoeveelste keer jullie de Online Friday bezoeken. En dat varieert. Met toch wel overwegend mensen die dit vaker hebben meegemaakt. Nou, voor de nieuwkomers, laat het gewoon over je heen komen. Het gaat bijna vanzelf. En als jullie vragen, opmerkingen hebben, noteer die in de chat. We zullen in de gaten houden wat er allemaal in de chat wordt genoteerd. En kijken of we die vragen en opmerkingen kunnen gebruiken om het gesprek met elkaar een beetje op gang te brengen. Want het is zeker de bedoeling dat jullie ook reageren en meedoen. En het is niet een kwestie van braaf blijven zitten en luisteren naar het verhaal. Er mag zeker worden meegepraat. Marco, volgens mij hebben we nog een slide over de samenstelling van de groep. Ja, dat is deze. Zou je willen aangeven in wat voor type organisatie jullie werkzaam zijn? Aannemers goed vertegenwoordigd. Architecten ook. 1 installateur. Dat is mooi. Een paar mensen van de kennisinstellingen. Groep anders is klein. Dat is, vind ik fijn, want dat betekent dat onze categorieën in ieder geval goed zijn gekozen. Ingenieursbureaus goed vertegenwoordigd. Oké. Nou, Daan en Matthijs, dit kunnen jullie een beetje in het achterhoofd houden bij jullie verhaal. Een hele heterogene groep. En volgens mij is het dan ook tijd om daarmee te beginnen. Mensen, Matthijs Natrop is van buildingSMART. Daan is een van de initiatiefnemers van de BCF-kaart. En hoe dat precies is gegaan en wat hun rollen zijn geweest, dat kunnen ze natuurlijk het beste zelf even toelichten. Daan, als jij de presentatie wilt gaan delen, dan kunnen we deze handenwrijvende man weer vergeten. En ik zie dat er iets aankomt. Ja. Dan geef ik jou graag het woord. We zien dit allemaal? Zeker. Ja. Alright. Nou, welkom allemaal. Matthijs en ik zijn al heel even genoemd. Wij zullen vandaag de presentatie geven. Enthousiastelingen hebben daar meegewerkt. Robert Evers, Dick Spekking van BIM Loket, Stefan van Lenen, Hein, Sander en Giel. Met deze club hebben we deze kaart samengesteld. Nou, het programma van vandaag. Waarom communicatie? Waarom de kaart? Nou, wat is dan BCF-communicatie? We laten een demo zien hoe daadwerkelijk BCF-communicatie in zijn werk gaat. Dan lopen we de inhoud van de kaart nog een keer door. Dan gaan we het hebben over de handleidingen. En dan sluiten we het als het goed is om 16:00 netjes af. Dan gaan we even terug naar de Mentimeter. Marco, neem jij dit over? Ja, dan... There we are. Kijken wat degene die in deze presentatie bijwonen, hoe ver jullie al met BCF bezig zijn. Oké. Okay. Dat is ook best interessant. Dat is leuk. Vanuit de positieve kant bekijken dat er al in ieder geval in deze groep heel veel mensen mee bezig zijn. Dus die zullen vast benieuwd zijn wat dan de kaart doet, waar ze al mee bezig zijn, wat dat toevoegt. En ook ongeveer de helft heeft er een beetje van gehoord en is nieuwsgierig. En 2 personen die hebben nog nooit van BCF gehoord. Nou, dan gaan ze veel leren vandaag, dus dat komt goed uit. Alright. Ja. Als je er wel meer hebt gewerkt, hoe vaak doe je dat dan? Ja, die 2 was te verwachten. Oh, oké. Okay. Oké, interessant. Nou, voor die 8 en die 6, ja, toch een aardig percentage, dus zal die demo dadelijk ook heel erg leuk zijn, want dan kunnen ze dus zien wat het daadwerkelijk inhoudt. Dus dat wordt heel erg leuk. Ja, en het zegt ook dat er eigenlijk 6 mensen wel afweten van BCF, maar nog nooit hebben toegepast. Dat vind ik zelf persoonlijk een opmerkelijke. Ja, nee. Toch? Heel goed. Dit was de laatste vraag. Ik dacht dat er nog eentje was, maar... Kijken hoe ver we komen. Ja, dat is ook niet verkeerd. Wat is het nut van BCF-communicatie? Of misschien wel van communicatie in het algemeen. Maar in dit geval hebben we het over BIM. Dus dan hebben we het over BCF-communicatie. Dan mag je vrij invullen. Ik ben benieuwd. Okay. Marco, kun je dit nog een beetje laten scrollen op de een of andere manier? Nu dus. Deze manier bijvoorbeeld? Ja. Oké, halen we hier een gemene deler uit, Matthijs? Wat zie jij? Ja, ik zie vooral heel veel. Maar heel veel dingen die inderdaad in, passen bij BCF. Sommige dingen ook wel weer niet, maar ja, ik denk in relatie met heel veel, zoals mensen BCF herkennen, dan kun je heel veel van dit soort dingen natuurlijk roepen. Laten we eens iets pakken, XIZ. Ja, dat staat natuurlijk voor een positie of zo, hè? Locatie, iets met locatie. Ja, een logbare communicatie. Overzichtelijk. Ik zie het woord centraal, zag ik een paar keer voorbij komen. Hier centrale communicatie, centraal heb ik een paar keer voorbij zien komen. En dan gaan we ook wel laten zien hoe we dat doen. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, centraal, maar het is wel hoe het het beste werkt. Nou, mooi. Leuk hoor. Ik dacht dat dit hem was, dus dan geef ik nou weer terug aan jou. Hè? Alright. Dan doe ik dat weer zo. Zo. Alright, dan gaan we naar de presentatie. Om BCF communicatie. Ja, waarom communicatie in het algemeen? Begrijpen we elkaar? Is dat een 6 of een 9? Nou, daar komen we denk ik niet uit. Het is net hoe je dingen bekijkt. En de vanzelfsprekendheid is daarmee natuurlijk heel erg dodelijk. Dat is iets wat we wellicht duidelijk zeggen met ons allen. En dan zie je rechts een plaatje van een bedrijfsgebouw dat wij gemaakt hebben. Nou, waar gaan we het hier over hebben? Roept u maar. Ik zie heel veel verschillende dingen waar we het over kunnen hebben. En als je hier een pdfje van maakt of een e-mailtje met een cirkeltje ergens omheen, dan is het hopen dat het goed gaat. Dat is wat BCF doet en dat zullen jullie dadelijk zien, is dat je dat eigenlijk objectgebaseerd kunt communiceren. Dus je kunt objecten selecteren en die stuur je mee met je communicatie. Dus we gaan communiceren op basis van objecten. Dat is een hele grote toegevoegde waarde die we met BIM kunnen bieden. Nou, waarom die BCF dus? Nou, sommige dingen zag je daar net al mooi terug. Betrouwbaar communiceren, heldere afspraken maken. Kortere doorlooptijden uiteindelijk, doordat er minder ruis ontstaat. Faalkosten verminderen we daardoor automatisch mee. Grotere planstabiliteit, dankzij de toegankelijke communicatiehistorie die we kunnen loggen. Dit zag ik net ook terugkomen, logbare communicatie, schreef iemand. Beter samenwerken, onafhankelijk van welke software je gebruikt. En dat is natuurlijk een mooi gemeengoed. Waar BIM echt communicatie, ook echt een betere manier van communicatie is. En BCF staat dus voor BIM Collaboration Format. Het staat letterlijk over samenwerken. En ja, waar we graag met BIM op basis van IFC werken, open standaarden, is BCF ook een open standaard. En dat zullen we straks nog wel een beetje over hebben. En dat betekent dus dat het inderdaad onafhankelijk is van de software die je gebruikt. Dat is een groot gemeengoed. En we borgen de verantwoordelijkheden door de transparante toewijzing van acties. Nou, misschien een beetje moeilijk soms. Sommigen zijn inkopers, maar laten we dadelijk zien wat dat in de praktijk, hoe dat werkt. Nou, waarom hebben we dan die kaart gemaakt? We willen de kennis en het gebruik van BCF bevorderen in Nederland. We denken dat de standaardisatie, wat deze kaart is, de kwaliteit zal bevorderen van de communicatie. We bieden beginnende BCF-gebruikers een handvat. Nou, daar zitten er een paar in deze meeting, dus dat is heel mooi. En daarna is het een naslagwerk voor iedereen. Want je kan het er altijd erbij pakken van, oh ja, wat hadden we ook alweer afgesproken? Zullen we dadelijk treden we daar in detail. Matthijs, hoe is deze kaart tot stand gekomen? Ja, want dat is best wel snel tot stand gekomen. Dan had ik het... voordat we hier aan begonnen nog over, hè? Dat maar best wel trots zijn eigenlijk hoe snel dit gaat. Zal ik kijken of ik hem kan bedienen? Want als we teruggaan in de tijd naar het initiatief, daar ben je zelf bij betrokken, Daan. Yes. Dat was, even kijken of hij het doet, ja, in juli 2020. Jullie kwamen met een initiatief om iets die BCF-kaart beter uit te leggen, of BCF beter uit te leggen. Eigenlijk de gunsten van jullie eigen processen, hè? Zodat je zelf veel samenwerkt met verschillende partijen en het idee had dat je dat iedere keer hetzelfde moet uitleggen. Zeg, als ik het niet goed zeg, Daan... Dan hoor je mij meteen. Ja, dat dacht ik. Maar goed, jij was met Robert en jij kwam bij BIM Loket. En BIM Loket dacht aan de standaard buildingSMART, die natuurlijk nauw betrokkenheid bij BIM Loket heeft. En vanuit buildingSMART is er al een project gaande over BCF. Dat is misschien sommigen van jullie niet ontgaan, maar dat is een project dat loopt al langer. En daarmee hebben we onder andere een aantal tutorial sessions gedaan. En met de ontwikkelaars samen zijn we eigenlijk nog steeds met de werkgroep bezig. En ook vanuit gebruikersgroepen in Spanje, Frankrijk en Duitsland, naast de Benelux. Maar dat clubje, daar kwam het initiatief terecht van Daan en Robert. En toen hebben we dat eigenlijk meteen opgepakt. Vanaf Q3 was dat. In dat clubje zit naast ik Dura Vermeer, Structon, Bam en Van Wijnen met personen. En daarnaast hebben we begonnen met de opmaak. Opmaak en tekst, wat zou er dan in moeten komen? En hoe hou je het zo simpel mogelijk? En welke dingen zijn nou essentieel van belang om in ieder geval die communicatie in je projecten te borgen? Om op in ieder geval op die manier je eigen workflow mee te kunnen bouwen. En zo is in een paar kwartalen is eigenlijk die inhoud en tekst tot stand gekomen. En toen is die afgelopen mei is die gepresenteerd. Er waren wellicht sommigen van jullie bij. Dat was tijdens de BIM praktijkdag. En ondertussen was ik op een online event voor de subchapter Zwitserland van buildingSMART. Heb ik hem gelanceerd als zijnde de Nederlandse versie. Maar dat was allemaal gelijktijdig in mei 21 en niet snel daarna. In september is hij in het Engels gelanceerd. Nadat de vertaling is opgepakt door buildingSMART International. En inmiddels, vorige maand, hebben we hem tijdens de Standard Summit van buildingSMART. Dat was een wederom online event. Daar heb ik ook samen met Daan en met Robert en met Stefan een sessie gedaan. Waarbij we die kaart hebben uitgelegd aan de hand van een aantal use cases. Dat was vorige maand. En inmiddels is die vertaling er ook al in het Spaans binnengekomen. Dus dat is de actuele stand van zaken aangaande de BCF-kaart. Maar goed, hier was die voor ons klaar in mei 21. En daarna, meteen daarna, is eigenlijk het traject begonnen met de handleidingen. En we zijn nu zover dat we zeggen, die handleidingen zijn klaar. Dus in die tijd dat we internationaal wat aandacht hebben gevonden met die kaart, hebben we ook die handleidingen zover getrokken met een nieuwe club enthousiastelingen. Dus ja, ik vind het, als ik het zo bekijk, vind ik het best een mooi tijdsbestekje. Mooi tijdsbestek voor de ontwikkeling van zo'n initiatief. Zeker. Ja, dus wat is het? Ik denk dat jij het zo laat zien, Daan, hè, wat het is. Maar misschien kan ik vanuit de standaard zeggen dat het er al best wel een tijdje is. En dus voor mij was het rond 2010 is BCF... kon je BCF gebruiken. Dat was de 1.0 versie. Later kwam de 2.0 en een paar jaar geleden kwam de 2.1 versie. En die verschillen, ja, voor veel gebruikers zijn die verschillen, die doen er niet toe, die zijn er niet eens. Veel dingen zijn ook op de achtergrond als je kijkt naar de standaard. En bij de huidige ontwikkeling van de standaard gaat meer richting de API. En dat is die tweede kant van BCF. Ja, want zoals BCF ooit ontwikkeld is het een makkelijke manier om een pakketje van communicatie uit te wisselen naar een andere software. En dat kon alleen maar door gebruik van de open standaard. En welke standaard hebben ze daar gebruikt? De XML. Dus die is ook nog best wel menselijk leesbaar. Dus een betrekkelijk eenvoudige standaard voor het verzenden van een pakketje wat we gebruiken voor de communicatie over die modellen die we al hebben uitgewisseld. Dus ik weet nog dat ik zelf rond het jaar 2009, 2010... met een programma wat toen nog veel gebruikt werd, Tekla BIMsight, inmiddels al een paar jaar niet meer ondersteund. Tekla BIMsight had een comments afdeling, een comments part, en daar kon je ineens dat pakketje instoppen, die communicatie. En daarmee kreeg je dus, zoals we BCF kennen, een plaatje met een omschrijving en een titel, een comment. Dus van daaruit die bestandsuitwisseling. Heden ten dagen praten we meer over de serverconnectie. Dus we willen helemaal niet meer bestandjes uitwisselen. Dus wat we willen is gewoon op een druk op de knop een connectie maken met de server. En dat is de API. En van die API kunnen we zeggen, die is nu zo volwassen geworden. Dat binnen de buildingSMART daar een hele Foundation API onder ligt. Waar BCF 3.0, dat is de huidige hoogste standaard van BCF, die is onderdeel van die Foundation API level, waardoor we straks in de toekomst naast BCF eigenlijk ook nog andere dingen kunnen doen in de nabije toekomst, de documents API. Maar goed, de BCF, zoals die werkt, zoals de gebruiker hem herkent, van versie 1.0 naar 3.0. Ik denk als je de kern gebruikt zoals in de kaart aanwezig, dan zul je daar weinig verschil in ondervinden. Dus wat is het? Het is delen 2.4. Delen via een bestand naar de XML, maar ook delen via de API. En via buildingSMART is de API, hoe je moet bouwen, is helemaal vrijgegeven. Die documentatie, die kan iedereen vinden. Maar dat wil niet zeggen dat iedere tool dat ook gebruikt. Dus wat je nu ziet gebeuren in de markt, dat heel veel tools die maken een connectie met behulp van de standaard BCF, maar geven daar toch een soort van eigen sausje aan. Ja, wat je eigenlijk zoals de standaard bedoeld is dat je met wat hier omschreven staat als 2.4, dat je via de API connectie maakt met welke andere server je ook wilt. En we zien een groeiend aantal applicaties wat ook op die manier het delen mogelijk maakt. Hè? Dus je gaat naar een soort van connectie met server en je kiest uit een lijst van voorkomende BIM-applicaties. En dan weet je zeker dat je ook die communicatie kunt borgen, omdat die werken met de standaard. En dat geeft een bepaalde zekerheid. En voor de gebruiker is het eigenlijk alleen maar snelheid. Snelheid en duidelijk communiceren. Zullen we dat eens laten zien, Matthijs? Ik denk dat ik veel te veel praat en dat jij het gewoon moet laten zien, Daan. Voor de duidelijkheid, jij laat BCF duidelijk zien. Ja. Als we het dan hebben over die versie, welke versie laat je dan zien? In dit geval 2.1. En laat je er ook nog de bestanddelen zien of gaat het alleen maar over de API? Ik zal het delen met een online omgeving zal ik laten zien. Maar bestanddelen kan ik ook wel heel even laten zien als daar behoefte is. Dus maar 2 klikjes verder, dus dat is niet zo ingewikkeld. Wat is de Documents API? Dat vraagt iemand. Dat is een ander project. Dat gaat over dat je zeg maar zoals je nu de communicatie kunt uitwisselen, dat je ook bestanden zou kunnen uitwisselen. En een bestand is bijvoorbeeld een model, hè? Dus dat je vanuit een modelleerapplicatie kunt zeggen, ik exporteer hem naar een platform met één druk, in plaats van export naar een bestand en dat bestand weer uploaden. Dat is een voorbeeld van de Documents API. Ja, ik zal ook wel iets korts, ja, misschien kan ik het wel simuleren heel kort. Oké, laten we eens even zien hoe het daadwerkelijk werkt. Wat laat ik jullie dadelijk zien. Wij gebruiken Solibri om kwaliteitscontrole te doen. En wij gebruiken BIMsync als platform. Dat kan ook BIM 360 zijn, dat wordt veel gebruikt. Dat is Tekla, Trimble Connect. Dat soort platformen. BIMsync is daar eentje van, of dadelijks. Dus wij gaan communicatie gebruiken om van het ene pakket naar het andere pakket. En dit is iets wat we al eerder hebben benoemd. Hè? Het is pakket onafhankelijk. En dat is natuurlijk het mooie van BCF-communicatie. Maakt niet uit welk BIM-pakketje je gebruikt, dit werkt. Nou, laat ik dat eens heel even zien. Dus dit is Solibri. En wij automatische regelset daarvoor ingericht. Dus de staalconstructie als demo. Check ik nu het model of daar clashes zijn tussen de staalconstructie en overige disciplines. Nou, designer. Nou, wellicht tussen de staalmodel en de installaties. En daarmee zie ik. Zijn er verschillende probleempjes, interacties, hoe je het wil noemen. Hier gaat iets fout, of hier. En als het te snel gaat, jongens, dan moet jullie even roepen. Voor wie dit niet kent. Even kijken, welke vond ik wel leuk om te doen. Ik vond deze wel grappig, dus ik ga gewoon even hier naartoe. Maakt trouwens ook helemaal niet zoveel uit. Het maakt trouwens, nou, dan gaan we deze doen. Dus ik maak hier. En nu gaan we dus een BCF-communicatie toepassen. Dit is het probleem wat ik gevonden heb. Ik klik daarop en ik zie dat dat een staalconstructie is. Van het, en dit is een, even kijken, wat is dit? Dit is een pijp. Dit is een binnenriolering. Nou, het staal zal niet meegeven. Die riolering die zal eromheen moeten. Wat is de rest van de situatie? Als we dat ook nog willen weten, goed, dan zetten we de rest van het model heel eventjes aan. En dan zal die, nou, kijk, dan wordt het ingewikkeld. Maar daar zit hij. Dus er zit een staalconstructie en daar gaat de helemaal water dwars doorheen. Dus die zal er omheen moeten. Gaat waarschijnlijk helemaal goed komen. Maar laten we toch dat heel even op een juiste manier communiceren. Nou, dat doen we op deze manier. Ik maak daar een slide van. En dit is een issue venster, zoals we dat dan noemen. En hier gaan we alles netjes invullen. Nou, wat is de titel? Nou, ik heb een staalconstructie gecontroleerd. Dus ik noem dit als titel staal 100 van. Daarmee heb ik een unieke code. Dat geeft meteen duidelijk aan dat ik de staalconstructie gecontroleerd heb. Oké, wat is het probleem? Maak dit smart. HWA clasht door graag om staal plaat 1 dergelijks. Probleem geconstateerd en ik heb een oplossing voorgedragen. Dus hier hebben we nog status. Die is assigned aan een bepaald type persoon. En hier zie je nog andere invulvelden. Die gaan wij nu niet behandelen. Daar zal ik straks wel, daar kan ik nu ook al inlichten waarom. Er zijn heel veel invulvelden die je hier kan doen. En dit is toevallig Solibri. Maar gebruik je een ander pakket, dan heb je weer andere invulvelden. En wat die BCF-kaart als toegevoegde waarde heeft, is waar wij onder andere laten zien dat met welk pakket je ook werkt, deze invulvelden doen het in ieder geval. Die praten altijd met elkaar. Nou, dus daar hebben we nu uitgekozen dat we de status doen. We gaan, hier heb je het over responsibilities. Ja, hier vul ik mijn... En hier hebben we al een plaatje. Mocht ik die zou willen aanpassen, dan pas ik die alsnog later aan. En hier is het wel het allerbelangrijkste misschien wel, is de componenten. Die twee hangen nu aan het issue. Dus dat betekent dat we objectgebaseerd aan het communiceren zijn. Dus niet zoals we voorheen misschien deden met een pdfje en we draaien daar een cirkel omheen en dit is het probleem. Maar, dan weten we, maar hier, we nemen die objecten nemen we mee. Ja, wat je dan feitelijk doet, hè? Wat je dan feitelijk doet, is je slaat een referentie op naar dat object. En dat is een unieke ID, heeft dat object. Dat heeft ieder object wat je exporteert, dat krijgt vanuit de computer een unieke ID mee. En dat noem je de GUID. Dat is de Global Unique Identifier. En technisch, dat dus niet dat het objectje eruit gehaald wordt, hè? Want die zit gewoon in je modelleerapplicatie. Dat daar geen... Het is een verwijzing naar je object, inderdaad. Dat is wel een goede toevoeging. Ik heb dit issue nu gemaakt en ik sluit het hiermee af. Ik zie een vraag binnenkomen. Even kijken, wordt inmiddels in alle pakketten al deze velden meegenomen? Nee. Dus de ene pakket die doet bijvoorbeeld niks met een due date en de andere niks met een issue type of iets dergelijks. En sommigen hebben nog meerdere velden en die zal ik je dadelijk laten zien. In BIMsync geeft het veel meer opties om mee te communiceren. Dat biedt niet iedereen aan. Maar wat we, in die kaart laten zien, is welke velden in ieder geval wel 99% van alle gevallen met elkaar praten. Nou, dat zijn degenen die ik nu heb ingevuld. Titel, de omschrijving, de status, de verantwoordelijkheid, de communicatiebeeld en de objecten. We hebben hier nog een andere communicatieveld, daar komen we dadelijk weer op terug. Ik heb het issue aangemaakt. Vervolgens ga ik die communiceren naar ons portaal, dat is BIMsync. Nou, dan heeft hij nu contact meegemaakt. Hij ziet nu alle projecten waar ik mee bezig ben. Dan moet ik heel even spieken wat het projectnummer is. 12447, oké. We doen er nogal veel in, zo te zien. Daar is hij. Hij is gebeld. Nou, ik maak heel even een filter van wat ik allemaal wil zien. Oké. Wat hij nu doet, hij synchroniseert al mijn issues die aan die filter hebben voldaan. Dat waren er 93. Dan zeg ik, oké, prima. Zet dit issue er maar bij. Het enige geselecteerde issue. Zegt hij, oké. Oh, hij heeft hem niet helemaal goed overgenomen. Dat is bijzonder. Dat zal je altijd zien met een live demo dat hij het niet goed doet. Nou, was assigned en de components, oh jezus, die zijn nog wel niet meer even verloren, niet zo'n probleem, lossen we snel op, voegen we alsnog toe. En die, dat is Arne, nee, dat is Arne. Nou, dan zijn we weer waar we moeten zijn. We hebben verantwoordelijkheid toegeëigend, We hebben een status toegegeven, we hebben de componenten weer toegevoegd. Het plaatje klopt nog en een heldere titel en omschrijving. Okay. Nou, dan ga ik hem nu direct synchroniseren. Dus dadelijk wordt hij groen. Realtime is, dit is BIMsync. Dus dadelijk daar op groen en hier zal ik, kijk daar is hij. En dan zal ik een keer op F5 moeten drukken wellicht. En daar staat hij. Hoppa. Dus wat je nu zag is real-time communicatie tussen twee verschillende BIM-pakketten. En dat is wat BCF onder andere doet. En dat is superkrachtig. Pakket A en pakket B communiceer precies dit. En dan zet ik op het playknopje en hij vliegt in een ander softwarepakket naar de exacte locatie met de twee objecten aangevinkt waar het precies om gaat. En Arne in dit geval is aan het lezen, graag de HWA omleggen. En dan gaat hij dat hopelijk doen. En dan kan hij hier in het commentaar toegeven als hij het gedaan heeft. Of als hij het niet begrijpt of dat het hier type ja-akkoord is zinloos. Want dat doen we met de status. Als hij zegt van ik heb het opgelost, dan zegt hij resolved. En dan zegt hij oké. En dan, dit wordt automatisch gesynchroniseerd. En als ik hier de filter op resolved zet. Dan gaat hij alle issues synchroniseren die resolved zijn na een paar seconden. En dan zal hij daar weer tussen staan. En dan valt hij uit deze lijst. Even kijken. Kijk, daar zijn ze. Alles wat de status, zie je hier, resolved heeft. Onder andere hetzelfde issue. En zo communiceer je naar elkaar op en neer. En dan kan ik hier bijvoorbeeld typen om dat nog een keer te bewijzen hoe dat. Commentaar. Synchroniseer hem nog een keer. Sterker nog, ik zet hem ook nog op closed. Daarmee is het issue compleet afgesloten. Stel je voor dat hij heeft het aangepast. Hij is aangepast. Ik ga terug naar mijn bord. Ik zet de 3D even uit. En dan filter ik op alles wat op closed is. En dan zet ik de rest even uit. En ja hoor. Dan zie je datzelfde issue weer. En wat je nu dus ziet, is... Iemand had het net over historie bijhouden. Hier zie je precies allemaal wat er gebeurd is met dit issue. Ik heb hem aangemaakt. Ik heb dit allemaal gedaan. Ik heb een afbeelding erna toegevoegd. Ik heb hem, de status heeft veranderd naar resolved. Nou, ik heb een commentaar gegeven. En daarna is de status veranderd in closed. Dus moet je je voorstellen dat rondom deze HWA alle communicatie... één centrale plek is opgeslagen. In plaats van hoeveel e-mails zouden dit zijn geweest? 3 of 4. En die moet je dan allemaal ergens weer zien te vinden een maand later. Dus je hebt gerichte communicatie. En dat is zo mooi. En het mooie van dit is als we hier in ons BIM zijn, dat we op dat object klikken en daar zien dat daar issues aan zijn gerelateerd. 3 nog open en 1 gesloten. En rara, dat is staal 100. Dus in plaats van een hele lijst van dingen die je nog moet aanpassen, kan je ook op het object klikken. Hey, wat is hier nog met het object bezig? Nou, dat zijn nog 3 issues die ik hier moet afhandelen. Omtrent dat, mijn collega had deze dus ook al gezien, omtrent dit stukje staal. Nou, dit is een beetje wat BCF-communicatie doet. Zijn daar verder geen vragen over binnengekomen, zie ik? Ja, er zijn wel wat vragen. Ook wel interessant. Ik zie iemand zegt, heeft het over eisen in die kaart, maar die kaart is natuurlijk niet, er zijn geen eisen of zo ingesteld. Het moet meer een handvat zijn om met BCF te kunnen gaan werken. Mm-hmm. Maar er staat iemand aansluitend delegeren ook geen vereiste. Het kan ook een bespreekpunt zijn, hoe op te lossen en overleggen met betrokken partijen. Ja, dat is natuurlijk leuk. Hè? Hoe kun je van het issue zeggen, het is een bespreekpunt. Of het is een foutmelding, of het is een aandachtsding, of het is een vraag, of een bezoek, tot wijziging, of whatever. Ja, nou heel goed. Ja, hoe kun je dat in de standaard, als je naar de standaard kijkt, dan zijn er natuurlijk verschillende manieren. Maar issue type is er één die niet als optioneel staat omschreven in de standaard. Dus bij type kun je van maken... wat je wil bespreken En dan komt er ook onderzoek in. Of je maakt hem open. Dan, ja, status open. Ja. Status open, toegewezen aan jezelf, bij wijze van spreken. En dan bij de volgende projectteamoverleg, dan loop je deze lijst door. En dan ga je kijken wat er allemaal besproken moet worden. En dan komen we vanzelf ook wel weer tegen. Kijk, iets waar we moeten voor waken met BCF-communicatie is dat je een issue aanmaakt op dit grote veld van, hoeveel zijn het er? 276 gooit en hopen dat het goed komt. Dat is niet hoe wij denken dat BCF werkt. Dit is een vergaarbak van onderdelen wat we moeten bespreken met het projectteam. En dan neem je dan wekelijks of tweewekelijks, net hoe vaak je dat wil doen, neem je die dan door. En daardoor hier die filterfuncties toe te wijzen, blijft die lijst klein. Dan filter je dat alles op wat nog open staat. En dat zijn er dan nog 93. En zo kan je nog filteren op wat alles van Nico is. Gaat Nico bespreken wat alles van hem is. Nou, dan zeg je hier, nou, uiteindelijk heeft Nico er nog 10. En zo kan je door dit soort issue management dingen kan je dat redelijk klein houden. En dat is wel een mooi voordeel. Okay, en dat is iets wat die communicatie, dat is de variant, dit is dan de online variant. We hadden net, Matthijs had het net over bestand, de bestandsvariant. Nou, die laat ik jullie hier kort heel even zien. Want dit is natuurlijk echt de manier waarop het excelleert. Misschien kun je ook even laten zien hoe je die vanuit een presentation in Solibri, de selectie binnenhaalt. Want dat is ook wat iemand vraagt in de chat. Ik ben gewend om vanuit de presentatie met issues te werken. Ja. Die kun je nu selecteren en dan zeg je de selectie wil ik naar de server sturen. Ja, dat heb ik net gedaan. Dat ging dan wellicht te snel. Ik heb er nu eentje geselecteerd. Ik kan er nu voor de grap nog eentje extra aanmaken. Dan zie je hoe dat dan werkt. Als ik hier nog eentje aanmaak. Okay. Test 2. Dan zie je nu dat ik er nu één heb geselecteerd. En als ik dan naar de live communicatie ga en ik zeg import issues, dan staan er nu 2 selected. Dat zie je daar. En als ik er maar 1 selecteer uit deze presentatie, import issues, dan staat er maar 1. Dus dat zijn die geselecteerde issues die ik net blauw heb gemaakt in dit venster, hoe dat werkt. Ik hoop dat dat daarmee duidelijk is. Een leuk detail is misschien, dat eigenlijk als je hier in de live sorter waar je nu zit, die andere, ja, als je hier een issue maakt, dan maak je hem ook eigenlijk niet in Solibri. Dan maak je hem op de server waar je mee geconnect hebt, in dit geval BIMsync. Dus als je dan zo weer afsluit, dan is die issue daar ook niet. Tenzij je weer connectie maakt. Dat is een mooie toevoeging. En wat ook vergelijkbaar is waarom mensen het voorheen deden op deze manier. Dan moest je die presentatie, inderdaad, ik nu al even zien. Dan moest je kijken, moest je een report maken. Ik zeg al in de verleden tijd, want dit doen wij dus al een tijdje niet meer. En dan kies je hier de verschillende versies van BCF waar Matthijs aan refereerde. En dan klik je, oké, prima zo, save report. En dan ga je daadwerkelijk een bestandje opslaan die je daarna moet e-mailen of op een shared server of iets anders neerzetten. Dan krijg je dus een bestandje. Ja, dat kan, maar het heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Dus als jullie de mogelijkheid hebben, dan zou ik altijd voor een serverversie kiezen. En dat eigenlijk die voordelen zag je nu al meteen. Want je kan ook die presentatie zonder moeite gooi ik die gewoon. Denk er niet eens over na en dan gooi je hem gewoon weg. Want ik weet zeker dat hij namelijk hier en uiteindelijk dus op BIMsync op de server het nooit wordt weggegooid. En daarom is die serverversie zoveel krachtiger. En we hebben nog 20 minuutjes, dus even kijken, hebben we nog vragen hierover? Voorwaarde aan de objecten is IFC, neem ik aan. En er zijn er nog meer voorwaarden. Voorwaarde aan de objecten is IFC. Ja, dat vanuit de IFC moet. Nee, laten we eerlijk zijn. Het hoeft niet eens betrekking te hebben op IFC. Hè? Want als je het gewoon de standaard uitwisselt, dan hoeft daar niks van IFC bij te zitten. Je gebruikt het als hulpmiddel omdat je bijvoorbeeld die XIZ, waar we het al eerder over hadden, in je model kunt gebruiken. En je kunt die GUID van dat IFC-model object kun je beetpakken. Maar je kunt ook een BCF sturen, wat verder geen relatie heeft met IFC of zo. Hè? Dus je kan een gewoon plaatje erin zetten vanuit een verkenner. Het is in principe helemaal waar. Dat is natuurlijk niet wat we aan het doen zijn met mensen in de BIM-wereld, maar dat is, in theorie is dat helemaal waar. Ik denk die klassificaties. Ik denk dat klassificaties zijn inherent. Want klassificaties. Sorry, de vraag voor degene die niet duidelijk is. Hein vraagt, maar als er met verschillende klassificaties gewerkt wordt in 2 toepassingen, Maar door die GUID, dus die unieke code, ik laat hem wel gewoon heel even zien, is een klassificatie over, die spreekt daar niet over eigenlijk, hè? Want hier is het, voor degene die het heel technisch. Dit is de unieke code die dit object heeft meegekregen. En bij ons zit hij bijvoorbeeld hier in een klassificatie staalconstructie, kom ik hem ook tegen, onder H-profielen. Maar een klassificatie heeft daar niks mee te maken. Want het is nog steeds die unieke GUID die hier staat. En die code nemen we mee naar het volgende platform en daar zoekt hij naar. Hopelijk kunnen we daar... Heel even terug naar mijn presentatie. Even een recap wat ik net gedaan heb en hoe de kaart daarbij helpt. Zoals ik al tijdens de demo heb laten zien, dat ik heb niet alles ingevuld vanuit Solibri. Ik heb ook zeker niet alles ingevuld vanuit BIMsync, omdat daar nog veel meer mogelijkheden zijn. Maar we hebben wel de gemene deler gevonden. En die hebben we in de kaart gezet. En natuurlijk niet alleen van deze programma's, maar van heel veel programma's. Of applicaties. Onder andere de naamgeving, de omschrijving, de status heb ik gedaan, de verantwoordelijkheden. Ik heb mijn collega Arne verantwoordelijk voor dat issue gemaakt wat ik net had. Objecten heb ik gekoppeld. Een afbeelding, die maakt hij eigenlijk standaard. En ik heb een reactie gegeven. Deze 7 functionaliteiten komen in, ik durf wel te zeggen, 99% van alle BIM-software die zegt dat ze met BCF werken, kunnen deze opties aan. Daarmee vonden wij het een mooi begin om met deze functionaliteit te beginnen. En die kaart geeft jou een handvat om dat met jou en je collega's en je projectpartners te zeggen van oké, als we in ieder geval met deze 7 items werken, dan hebben we daar een mooi begin en daar hebben we wel tips en tricks onder staan van hoe je dat dan moet doen. Of niet hoe je dat moet doen, maar wat je dan moet invullen. En hoe je dat moet doen, daar gaat Matthijs het nu verder over hebben, want dan hebben we het over de handleidingen. Ik zal mijn presentatie even maken. Zo. Dus daar hebben we op gefocust. De gemene deler. En dit is dan de totaalkaart. We hebben het over waarom BCF, wat is BCF, hebben we net behandeld. En hoe werken we met BCF. En dan zie je die 7 regels weer terugkomen. Tot zover. Matthijs. Ja, ik heb weer de controle, geloof ik. Ja, want die handleidingen zijn tot stand gekomen en die hebben een lanceringsdatum van vandaag. En met enig trots mag ik deze presenteren, met dank aan alle mensen die hieraan mee hebben geholpen. En dat zijn gewoon in ieder geval deze mensen met bijbehorende logo's erbij. Ja, leuk, want het laat eigenlijk zien hoe dat je de verschillende tegels invult met een betreffende tool. Dus als het gaat over delen, dan niet... daar net zien hoe je dat bijvoorbeeld met BIMsync doet. En dat zie je terugkomen in die betreffende handleiding. Dus ik denk een handvat voor mensen. Ook om te kijken van ja, hoe zit dat dan in deze tool? Maar nog niet alle tooltjes staan erbij. En wellicht dat je ook, ik weet zeker dat er een hele grote groep gebruikers is van allerlei tooltjes. Die denken, ja maar wacht even, dit zou ook voor onze tool kunnen. Dus in dat geval meld je graag. En zie dat ook zo'n handleiding hiertoe ook vrij simpel is. Al vond ik zelf dat het toch nog wel eens ingewikkeld werd. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar dat heeft dan te maken dat ik bijvoorbeeld geen kennis heb van die tool. En die tool die is gewoon ingewikkeld. Ja? Dus over het algemeen zie ik dat van de simpelere tooltjes die hierbij zitten, is ook de handleiding super simpel. En die kan ik eigenlijk lezen zonder dat ik... veel kennis van die tool moet hebben. Dus een voorbeeldje. Hier zie je in Solibri hoe je vanuit die bestanden werkt. En hier zie je hoe je vanuit die server werkt. En eigenlijk wat daarna liet zien, hè? Niet de bestanden, maar wel de serverconnectie. Met wat tekst erbij in het paars, let op. Bepaal dit of doe dat. Dus dat zijn tips. En die tips zijn ook van de gebruikers. En die gebruikers zijn verschillende personen. En zo merk je ook dat verschillende personen verschillende tips hebben. En daar heb je misschien nog wel een toevoeging op, dat kan ook. Dat je denkt, ja, maar dit is nog even een hele goede tip, die ontbreekt nog. En ook in die gevallen mag je contact opnemen met ons. Want ja, natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Ja, de Solibri, maar bijvoorbeeld ook Pillar. Pillar is best wel een jonge applicatie nog. Bestaat volgens mij nog niet zo heel lang. Maar wel gebruik van de API. En als ik Bas van Berkom zo heb gehoord... een van de makers van deze tool, die had het over dat in het komende jaar is ook die API-connectie zodanig inrichten dat je met die verschillende applicaties kunt connecten. Dus dat is, ja, dat is mooi. Ik denk voor alle gebruikers die eenduidig willen communiceren, is het van belang dat alle toeltjes erbij zitten eigenlijk. Hè? Dat iedereen ook kan verwijzen naar het BIM Loket en naar die BCF-kaart. Weten dat de toeltjes zijn en dat is wat we in staat zijn. Een ander voorbeeld, BIMtrack. Ook daar met de server connecten, een URL ingeven en je kunt met de server de connectie maken. Maar natuurlijk ook importeren en exporteren handmatig. Waarom? Dat is wel een leuke, want als je kijkt naar de groep die achter de ontwikkeling zit van BCF en de lancering afgelopen maand, de 3.0, en dan zijn dat mensen die meer in de API-gedachten zitten. En dan moeten we met de API, dat is beter, meer consistent, die serverconnectie, dat is sneller. Maar als gebruiker zeggen we nou, maar die bestandsuitwisseling, die vinden we eigenlijk toch wel prettig. He, bijvoorbeeld om snel een archive aan te maken. Ook voor die ene opdrachtgever die zegt, het moet allemaal geheim, mag geen connectie maken. Maar ook als gebruiker zegt, nou, het werkt niet, die connectie geeft een fout. Of er is iets met een ICT-probleem, dat er nog een tweede manier is om toch die issues op die plek te krijgen. En dat is die andere manier. Kan ik even inhaken op een vraag die ik krijg, want ik vind hem interessant. Iemand vraagt hier, de issues worden door de aannemer automatisch gegenereerd en daarna direct op BIMcollab gezet. Moet er dan nog een extra handeling gedaan worden? Ja, een handeling... Kijk, dat is een beetje wat ik net suggereerde. Ik weet niet precies wat daarmee bedoel, maar het wekt bij mij op van er worden issues gezet en daarmee lost is vanzelf op. Ik zou, ik blijf toch altijd wel zeggen, je blijft met elkaar in gesprekken. En deze handleiding, die helpt jullie bij om, zodat die aannemer, of misschien jij, degene die dat schreef, ik weet niet wie dat was, ook snapt hoe dit werkt. Om wellicht zelf issues te filteren. En dat is eigenlijk wel het mooie wat die handleiding wij zullen gaan helpen. Ja, zo ook voor BIMcollab. Menno Meekers heeft daar de handleiding geschreven. Met duidelijke hulpmiddelen hoe dat je in BIMcollab fijn met de standaard werkt. En dan valt natuurlijk op dat er misschien mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in BIMcollab, die je niet terugziet op de kaart. En dat kan, want je ziet dat heel veel tooltjes ook een eigen smaak hebben wat dat betreft en eigen parameters die ze zouden willen uitwisselen. Dus dan krijg je een soort BCF Plus, vaak van een eigen API. En dat is dit eigenlijk ook. Maar toch kun je die uitwisselen met je andere partner die dat sausje heeft, maar wel gebruik maken van de standaard, tenminste op de vlakken waar die tegels over gaan. Dus weet dat ook al wissel je misschien uit met een applicatie die nog veel meer velden geeft, of opties of zo. Maar dat als je die tegels gebruikt, dat je in ieder geval met de standaard nog kunt uitwisselen met alle applicaties. Ja. Dat zag, daarop aanhakend, ik zag iemand van Dalux dat eigenlijk daarnaar refereren. Want ja, we willen wel meedoen, maar de ontwikkelingen gaan zo snel. Maar ik denk dat juist deze BCF-kaart suggereert dat we terug naar een soort basis gaan. Want die 7 tegeltjes die we aanreiken, die verdwijnen niet. Bij jullie komen er vast veel meer bij, zoals bij wat Matthijs net gezegd, bij andere bedrijven ook. Maar die 7 zullen altijd zo blijven. Dus die handleiding gaat daar dus ook over de standaard 7 tegeltjes. En dus het zou heel fijn zijn als duidelijk zijn ook een handleiding voor maakt. Het zou fijn zijn. Ja, we gebruiken van duidelijk. Ja. Dan, dus, of Matthijs, misschien goed om ook nog even te laten zien waar die handleidingen zich op de website bevinden. Ja, nog even een paar slidejes terug. Oké, daar. Weer. Ja, en dat is dan bij, als je naar BIM Loket op standaarden en richtlijnen staat de BCF-kaart. Daar wordt de PDF, daar kunt u de BCF-kaart downloaden. Daar zie je hem. Gelukkig maar 2 bladzijden, dus we houden het kort. En hier worden de handleidingen ook toegankelijk die er al zijn. En nogmaals, staat die er dus niet bij. Bijvoorbeeld duidelijk, neem contact op met mij of met Matthijs. En dan gaan we zorgen dat je een template krijgt om die ook de handleiding voor dat soort die software te maken. Ik zie dat Tekla bijvoorbeeld er niet bij staat, dus die kunnen we ook gaan toevoegen als iemand dat wil doen. Dat is super fijn. Where were we? Ik denk dat we nu een beetje aan het eind zijn gekomen. Ja, volgens mij is jullie uitnodiging helder. Iedereen die hier een steentje aan bij wil dragen, die is welkom. En jullie hebben ook aangegeven hoe zij zich kunnen melden. Dus ik hoop zeker dat er reactie op komt en dat er nog aanvullingen op komen. Matthijs, had jij nog de chat gevolgd? Volgens mij zijn er nog een paar vragen. We hebben nog net een paar minuten om een paar vragen te behandelen. Ja, dat is wel leuk hoor. Want hij gaat nu ook alle kanten op. Er gaat ook over een sparingscoördinatietool ingebouwd worden in BCF. Ik vind vooral krachtig dat die heel simpel is, BCF. En zo simpel dat eigenlijk de developers moeten prima in staat zijn om dat ding te implementeren. En de gebruiker is eigenlijk prima in staat om dat ding ook om te communiceren met de standaard. En met je wat eenduidigheid in je eigen standaarden krijgt. Dus probeer nou eens gewoon goed die titel en die description in te vullen. En ga daarmee aan de gang. Maar even kijken naar vragen, want ik kwam nog wel iets binnen. Maar ja, ik kon er niet heel veel van maken. Daan, help eens. Laat anders de vragensteller gewoon zelf zijn vraag even toelichten. Nou, ik zie, het wordt ook een heel specifieke vraag bijvoorbeeld van Dennis. Als er een issue vanuit Navisworks gemaakt wordt, verstuurd naar BIMcollab en geopend in Solibri, dan komen de idee-elementen nummers niet mee. Is het op te lossen? Nou, ik denk dat de enige wat ik kan verzinnen, ik werk zelf ook niet met Navisworks, zoals iemand anders ook suggereert. Maar wat ik wel eens hoor, dat hoorde ik van Menno, dat hij daar ook wel eens last van had in Reddit. En dat had dan te maken met dat degene die dat issue aanmaakt, niet de componenten toevoegt. Het meest belangrijke is, en wij doen het heel even hier, als we dus een issue maken, dat als ik nu maak dus los een issue, en als ik nu verstuur, dan heb ik inderdaad geen objectidee. Wat we dus niet moeten vergeten, wat ik al weet, het belangrijkste is object selecteren. Oh, hallo, excuus. Zo, object selecteren, daar. En bij componenten het plusje in te doen dat dat object daadwerkelijk aanhangt. Want als dit niet gedaan wordt, en dat wordt door heel veel gebruikers vergeten, we willen het alleen snel invullen en snel weg, niet het component toevoegen hier, ja, dan werkt het inderdaad niet. Dan wordt hij niet gelinkt aan het object en dan kan de modelleur, dan is net niet krachtig genoeg. Het is wel belangrijk dat je het wel doet. Ik denk dat dat wellicht je vraag... Ik vind er nog wel een hele andere bij zitten, hè? Want wat we eigenlijk zeggen ook in die kaart, issue is eigenlijk de term die voorkomt bij de standaard. Daar heb je een issue, heeft een topic, een topic ID en zo on. Maar eigenlijk bedoelen wij natuurlijk ook een vraag of een verzoek, of desnoods wat iemand hier zegt, een compliment. Ja, het is natuurlijk van de gek om allemaal complimenten te gaan verstrooien via BCF naar je project. Het is natuurlijk vooral effectief als je de problemen eruit haalt. Maar ja, waarom je kan er een comment ook een compliment zetten. Ja, goed opgelost en dan is het ding closed. Ja, meer dan alleen maar een fout, zoals je net in je voorbeeld hebt laten zien. Ik vond dat tijdens de laatste tutorial session, of de laatste sessie van de Standard Summit, liet jij zien hoe je bijvoorbeeld vanuit XML die planning naar BCF stuurt in die tool. Hè? Dat vond ik ja, out of the box, ja. Ja, je kan BCF op heel verschillende manieren gebruiken. Ik kan het misschien heel kort laten toezien, niet al te veel laten zien, anders wordt het allemaal te veel. Maar we hebben het hier inderdaad over issues, over dingen die we moeten oplossen. Maar we zouden, wat we daar gedaan hebben, is er een takenlijst van gemaakt. En dat zie je dan. Dit zijn taken die wij allemaal moeten doen. En die kan je dus een datum geven aan iemand. Welke taken hebben we allemaal opgelost? Nou, iemand heeft het op dit moment. En zo heb je eigenlijk een soort takenlijstje aan maken. Die wijs je aan mensen toe. En ook daar kan je dus communicatie rondom dat document kan je centraal bijhouden. Zo kan je ook BCF gebruiken. Daar zijn we nu steeds meer mee bezig. In plan- en sonderingsonderzoek. Ja hoor, het is gebeurd. En daar voegt dan het document eraan toe. Maar dit is allemaal een beetje te veel, denk ik, van nu. Dus laten we hier snel mee ophouden. Maar het punt is dat dat die BCF heel breed ingezet kan worden. En daar zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Maar de basis is waar wij het nu willen laten zien. Die BCF-kaart is communicatie met betrekking op objecten. Mensen de verantwoordelijkheid toegeven. En blijf alsjeblieft praten met elkaar. Dus dat zou mijn conclusie zijn. niet issues maken, op een lijst gooien en we hopen dat het goed komt. Blijf praten met elkaar. Ja, ik denk dat wij in Nederland ook best wel volwassen zijn in het gebruik van BCF. Hè? Het feit dat hier 42% al aangeeft dat ze het al kennen en al gebruiken. Dat was het. En die handleidingen zijn vrij snel tot stand gekomen, dat mensen ook gewoon ervaring hebben met de standaard en met de toeltjes. Maar ja, inderdaad, het blijft niet blind issues over de schutting gooien. Hè? Dat is de basis, communicatieregels, die moeten we nou goed gaan toepassen op de standaard. Ja. Oké. Matthijs, Daan, dank voor deze goede toelichting en stand van zaken. Ik heb sterk de indruk dat het een tussenstand is en dat er nog heel veel gaat gebeuren met de BCF-kaart. Maar de aanzet, en meer dan de aanzet, die ligt er. Ik hoop dat de deelnemers aan deze Online Friday de weg naar de website zullen vinden om daar handleidingen te downloaden en daar eventueel hun commentaar en toevoegingen aan te gaan geven. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de aanwezigheid. We zijn aan het einde gekomen van ons uurtje. Het vloog weer voorbij. Wellicht dat er nog een paar onbeantwoorde vragen zijn overgebleven in de chat. Als dat zogeheten hete hangijzers zijn, dan hoop ik, Matthijs en Daan, dat jullie op de een of andere manier nog kans zien om daar buiten deze sessie om antwoord op te geven. Het was in ieder geval goed om te zien dat er veel reacties loskwamen uit dit gezelschap. Dus nogmaals bedankt voor de aanwezigheid en graag tot de volgende bijeenkomst. En die zal zijn op 17 december. Dankjewel, tot ziens.